Dag Jan. Dag Sarah. U bent econoom bij de Nationale Bank van België en gespecialiseerd in klimaat en energie. Vertel ons eens, waarom is het klimaatprobleem belangrijk? Wel Sarah, de klimaatopwarming kan op termijn grote risico's inhouden voor de economische activiteit. Ook voor België kunnen de gevolgen van extreme weersomstandigheden zeer aanzienlijk zijn. Kijk maar naar de schade door de overstromingen van juli vorig jaar. Daarom moet de uitstoot van broeikasgassen snel en drastisch worden teruggedrongen. In die context heeft de Europese Unie zich geëngageerd om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. En tegen 2030 zou de uitstoot alvast 55% lager moeten liggen dan in 1990. De overeenstemmende doelstellingen voor België zijn heel ambitieus, want in nauwelijks 8 jaar tijd zou de uitstoot met bijna de helft moeten verminderen. En welke maatregelen worden er in België genomen? In België zijn het vooral de deelstaten die de nodige maatregelen moeten nemen. Tot op vandaag is daarbij vooral gekozen voor regulering, zoals minimale isolatienormen voor woningen of de geleidelijke uitfasering van auto's op benzine of diesel. Een duidelijk prijssignaal zou nochtans heel nuttig zijn, want een koolstofprijs maakt fossiele brandstoffen relatief duurder dan hernieuwbare bronnen. Indien het toekomstig traject van deze belasting vooraf tijdig en duidelijk aangekondigd wordt, kan dit het gedrag en de keuzes van gezinnen en bedrijven in sterke mate sturen. Bijvoorbeeld voor het type wagen dat ze zullen aankopen of voor de isolatie en de verwarming van hun woning. Hoe moet die overgang naar een koolstofarme energiesysteem gebeuren? Daarvoor moeten zowel de energievraag als het energieaanbod worden aangepast aan de nieuwe milieuvereisten. Voor wat de energievraag betreft moeten 2 pistes gevolgd worden. Ten eerste moet de energieefficiëntie verhoogd worden, bijvoorbeeld door het gebruik van energiezuinige apparaten of door een betere isolatie van de woningen. Ten tweede moeten diverse toepassingen geëlektrificeerd worden, bijvoorbeeld voor het vervoer, elektrische auto's, de verwarming van gebouwen, warmtepompen, maar bijvoorbeeld ook allerlei industriële processen. Overheidsmaatregelen kunnen daarbij een belangrijk duwtje in de rug geven, zoals fiscale prikkels om een elektrische wagen aan te kopen of om een laadstation te installeren, maar bijvoorbeeld ook de instelling van lage emissiezones. Voor het energieaanbod moet gestreefd worden naar een elektriciteitsproductie die zo weinig mogelijk broeikasgassen uitstoot. Daartoe zet de federale overheid sterk in op hernieuwbare energiebronnen, zoals door de verdere uitbouw van windenergie op de Noordzee. Ook worden verbindingen gelegd om België te integreren in een groot Europees netwerk. En tot slot moeten dan ook nog de nodige infrastructuur worden voorzien om al die door zonne- en windenergie geproduceerde elektriciteit tot bij de verbruikers in België en elders in Europa te krijgen. En dan een laatste element is nog dat de overheid een mechanisme ingesteld heeft om snel vervangingscapaciteit te kunnen activeren wanneer de energievraag op bepaalde momenten groter uitvalt dan het aanbod op basis van hernieuwbare bronnen. Wie is aan zet om de klimaattransitie aan te pakken? Overheid of private sector? Of moet de oplossing van beide komen? Maar ik zou zeggen, meestal moet de overheid een duidelijk signaal geven, als ik spreek van een signaal, is in feite maatregelen nemen om naar onze doelstelling te gaan. Als economist vind ik dat een prijs voor CO2 van groot belang is en dat moet een signaal geven dat naar de toekomst toe de mensen, de ondernemingen, maar ook huishoudens moeten kijken en mikken op investeringen die steeds meer klimaatneutraal zijn. Maar op het einde van de rit, nadat de overheid zo'n signaal gegeven heeft, kan ook regelgeving zijn, zal iedereen een inspanning moeten doen om naar klimaatneutraliteit, een CO2-neutrale economie te gaan. Ik blijf van mening dat de autoriteit een belangrijke rol heeft in dat verband, het belangrijkste rol. En zonder een duidelijk kader, dat het heel moeilijk zal zijn om de rol van iedereen in zo'n verhaal te coördineren om op een redelijke manier naar onze klimaatdoelstelling te gaan. En zonder te veel volatiliteit op de markten, op de energieprijzen bijvoorbeeld. En we zien nu, en vandaag heeft dat weinig te maken met klimaat, dat als de energieprijzen beginnen te stijgen, fors te stijgen, dat het wordt dan moeilijk. En we moeten dat zoveel mogelijk vermijden. Zorgt een koolstofprijs niet voor een herhaling van de hoge energieprijzen, zoals in 2021?
Maar in feite, wat we gezien hebben eind 2021, een kleine energieshock met een stijging van de elektriciteit en gasprijzen, op een niveau die a priori hoger is dan de energieprijzen die wij kunnen voorspellen of voorzien tegen 2050. Dus de prijzen zullen naar omhoog moeten gaan, omdat op het eind van de rit zullen wij geen aardgas meer kunnen gebruiken of met een CO2 capture, dus een manier om de CO2 onder controle te krijgen. Olie zullen wij niet meer kunnen gebruiken, dus impliciet zal de prijs wel naar omhoog moeten gaan, omdat wij zo'n energiebronnen niet meer zullen kunnen gebruiken. Nu, wat van belang is, is dat de transitie op een zeer voorspelbaar manier plaatsvindt, zonder te grote shocken of volatiliteit in de prijzen. En in dat verband, wat we gezien hebben op het eind van 2021, is toch een vrij omvangrijk, op een zeer korte termijn, stijging van de energieprijzen. Dat hoeft niet, dus er is duidelijk een manier, misschien ideaal, om naar de energietransitie te gaan met een stijging van de prijs die plaatsvindt geleidelijk aan, zonder een te grote shock en die de opportuniteit aan de mensen geeft om zich aan te passen. Maar zonder zo'n signaal vrees ik inderdaad dat de richting niet duidelijk is en dat we dan geconfronteerd zijn opnieuw met bottlenecks op niveau van energieprijzen, maar op niveau van beschikbaarheid van de batterij enzovoort. En dat het dan moeilijker wordt dan een transitie op basis inderdaad van een duidelijk prijssignaal, zodat de mensen die moeten investeren in een nieuw gebouw, in nieuwe productiecapaciteit, weten waar wij naartoe gaan en duidelijk weten wat de beste investeringen zijn, die in feite zoveel mogelijk rendabel zijn op basis van inderdaad een prijs van CO2 die hoger zal worden dan vandaag. Die is in feite al enorm veel gestegen. Hè. Dus de CO2-prijs in Europa lag op 20 euro per ton. Nu vandaag is het bijna 100 euro per ton. Dus we gaan inderdaad in de richting van een hogere prijs voor CO2, omdat wij zo'n energiebronnen niet meer zullen kunnen gebruiken. En ja, daar gaat het over.